Kom, we zijn boven. Ik heb het altijd een beetje warm als ik al die treden heb gelopen. En dit is mijn studio. Inmiddels ben ik begonnen met de klussen die ik nog moet doen vandaag. Ik maak een werklijst voor mijn timmerman. Ik moet nog allerlei klusjes uitvoeren. En ik moet nog wat doen voor mijn vrijwilligersklus. Ik ben vorig jaar gevraagd om aan te sluiten bij Stichting Niet Blind. Dat is een stichting die voor het goede doel fondsen inzamelt. Het voorkomen en genezen van blindheid en slechtziendheid. Dat is een groot probleem in Nederland. Wij willen graag geld inzamelen om echt excellent onderzoek te gaan doen. Ik ben een soort achter de schermen assistent. Ik help het bestuur bij allerlei zaken en ik begeleid sportevenementen. Ik ben weer thuis van mijn rondje kringloopwinkels. Ik heb een hoop spullen gevonden. Die liggen hier op de kast. Ik ga ze eens even uitpakken. En dan laat ik jullie zo meteen zien wat er allemaal in zit. Ja, dit is de oogst van een middagje winkelen bij de kringloopwinkel. Ik heb een echt Delfts blauw bord gevonden. Juliane, 1980. En hier staat er deze uitgestald. Het roze serviesje dat komt in een vitrinekastje en het Delfts blauw gebruik ik in een keukenkamer, in een verzorgingshuis voor ouderen. Deze zijn natuurlijk te leuk. Misschien dat ik die rechter wel zelf hou. Hij is hier in Amsterdam in september. Zo, we zijn op locatie. Tina Luijnen, ik luister altijd graag naar Edwin Evers in de ochtend. Als je artiest bent, dan ben je zanger, dan wil je tot in lengte van dagen volgens mij zingen. Het verzorgingshuis waar ik vandaag de stylingklus ga uitvoeren. Hier wonen veel mensen met dementie en Alzheimer. En het is echt een prachtige locatie waar nog even de puntjes op ingezet moeten worden. En hier staat de collectie, kapstokken, schilderijen, spiegels. Borduurwerk, kastjes, tafeltjes. Ik ga vandaag wel een plekje geven. Dit is mijn steun en toeverlaat Frank. Hij helpt mij vandaag met het ophangen van alle spullen. Dit is het eindresultaat van het kapstokwandje. Allemaal rauwe kapstokken die op zich niet heel mooi zijn. Maar met z'n vijven bij elkaar wel heel leuk. Bij elkaar gaan hangen. De losse knopjes. Hier heb ik nog een hele leuke. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Die is de mooiste van het hele land. Ja, dat is de eregalerij voor de bewoners. Van Breezicht. Foto's van activiteiten die gehouden zijn. En de lijstjes heb ik inderdaad ergens in bij de kringloopwinkel. Het glas eruit en dan leuk ophangen. Daar zit veel spaat. Ik laat ook even een overzicht zien van deze kamer. Dat noemen ze de keukenkamer. Hier kan gekookt worden en in het hoekje tv gekeken. Het idee is om daar aan de muur nog een leuke print te hangen met bijvoorbeeld een wel tamelijk abollig, maar toch leuk een appeltaartrecept. Zo ga je naar het atrium. Inmiddels heb ik de klussen gedaan die ik wilde doen vandaag. En ik moet alleen nog mijn bureau opruimen. En dat gaat er even niet meer van komen, denk ik. Ik ga lekker een bordje sushi eten met mijn jongste zoon. Gezellig in de stad.